Is het de reden om nu geen nieuwe iMac te kopen? Ja, dat hangt er vanaf. Want ook verderop wordt natuurlijk erop ingegaan van, ja, door Robert Zwart. Van, het gaat ook om de software die je draait. Dus niet alleen maar om het systeem, maar ook om Office of bepaalde type software voor architecten of voor, noem maar op. In ieder geval iets exotisch software. Die moet natuurlijk ook compatible zijn. Audio software loopt altijd een eeuwigheid achter. Dus als je een iets specifieker setup hebt qua software applicaties, dan moet je ook wel echt goed checken van, werkt dat? Ik ben zo'n beetje bang. Ik werk zelf met boekhoudpakket Exact. Ik weet niet zeker of die iemand die juist de laatste versie van Safari lekker werkt. Oh. Ja, dus ik ben nog een beetje aan het achterhangen. Ja, dat soort dingen moet je wel checken als je daar. Maar juist. Ja. 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 Dus,